Je hebt zojuist de truc bemachtigd van Deen. Ik ben Roy, dit is Noah en we gaan de truc aan je laten zien. Ik heb hier een dobbelsteen met allemaal kleurtjes en een bakje met een dekseltje. Noah, ja. Ik wil aan jou vragen zo meteen om de dobbelsteen in het bakje te doen. Ja. Met een kleur naar boven uh-huh. Die jij leuk vindt. Okay. En dan doe je de deksel erop en dan zet je hem hier terug. Ja. Draai ik me even om. Oké. Nu wil ik graag dat jij aan de kleur gaat denken die jij nu bovenop hebt gelegd. Dus denk aan de kleur. Ja. Denk aan de kleur, denk aan de kleur. Ik denk rood. Klopt ja, dat? Ja. En jawel, het is rood. Ik zal even de uitleg geven van deze truc. Een hele leuke truc waar je een beetje gedachten lezen kan doen. Dat is wel heel spannend. Wat doe je? Vooraf vraag je dus dobbelsteen erin te doen met een kleur naar boven. We hadden rood. En toen was het neergezet. Toen pakte ik het doosje en deed ik in een hele snelle beweging met mijn duim eronder. Hop! Deed ik het dekseltje naar voren en gelijk kantelde ik hem naar mij toe. Daardoor kan ik dus zien welke kleur jij bovenop had gelegd. En omdat ik hem naar voren houd, kan ik zo zeggen, denk aan de kleur. Denk aan de kleur. Ik ga proberen jouw gedachten te lezen. En ondertussen kan ik dus gewoon kijken welke kleur het is. En als jij zei, ik zeg rood. Klopt dat? Ja. Dan doe ik heel snel, alsof ik het dekseltje dus van bovenaf eraf haal. Dat is gewoon één beweging. Hop. En dan is het net alsof ik het dekseltje van de bovenkant af heb gehaald. Dankjewel. Spaar ook alle andere trucjes bij Deen. En dan zien we elkaar snel weer.